In Dhaka, de hoofdstad van Bangladesh, is WSPA onlangs begonnen met een grootscheeps programma om honden te vaccineren tegen hondsdolheid. Jennifer Eubank en directeur Ruud Tombrok waren erbij. Het programma voorkomt het massaal afmaken van verdachte dieren. De vangploegen krijgen instructies. Ze moeten de honden rustig lokken met brood, ze een injectie geven en ze een rode halsband omdoen. Na de theorie volgt de praktijk. Op straat gaan de vangers, voorzien van de nodige hulpmiddelen, op zoek naar de honden die ze willen gaan redden. De dieren moeten gelokt worden met stukjes brood. En lieve geluidjes. En dan nog gaat het niet altijd van een leien dakje. Maar heel vaak komen de honden uit zichzelf naar hun beschermers toegelopen, alsof ze beseffen dat ze zo aan een wreed einde ontsnappen. Ze worden gevaccineerd, waarna ze een rode halsband, red collar in het Engels, omkrijgen. En daarmee is voor iedereen direct duidelijk dat dit dier behandeld is en dus niet gevaarlijk. Ook jonge dieren moeten worden ingeënt. Omdat ze nog in de groei zijn, is een halsband minder geschikt. Mooier, hè? De pups krijgen rode verf op hun rug gespoten. Dankzij WSPA's Red Collar-programma worden in heel Bangladesh honderdduizenden honden gered.